We zijn hier vandaag bij Jannik. Jannik komen we overal wel een beetje tegen. Zeker op maandag, maar de mensen gaan u niet allemaal kennen. Jannik, misschien dat je zelfs even kunt voorstellen. Dus ik ben Jannik. Samen met Natasha zijn wij eigenaar van Fitness Cream. Ik ben vooral zelf sportmasseur en ik begeleid duursporters in functie van de duursport en dan qua cost-ability schema's maken. Dat zijn zo'n beetje mijn taken binnen Fitnesscape. Ja, klinkt allemaal heel sportief. We kennen u eigenlijk voornamelijk ook van de maandagen, waar dat wij onze jongens aan u toevertrouwen. Klopt. Voor core stability. Voor sommige mensen misschien ook een exotisch woord. Maar core stability, wat moeten we daar ons concreet bij voorstellen? Een goede core ondersteunt u eigenlijk bij elke beweging dat je doet in het dagelijks leven. Maar een goede core stability gaat eigenlijk blessurepreventief werken en gaat u ondersteunen bij een goede, stabiele en rechte houding. Go! Zit dat een beetje vooruit? Denk ik echt. Ja, veel beter. Beetje, klein beetje. Omhoog nu. Ja, heel goed. 10, 5, 6, 11, 12 en toch heel belangrijk voor de wielrenner die meestal krom. Ja, inderdaad. Voor de wielrenner die dat heel eenzijdige bewegingen maakt, is dat toch wel een hele belangrijke. Ja, vanaf welke leeftijd? Maar daar kun je eigenlijk heel vroeg mee beginnen. Vanaf 9, 10, 11 jaar kun je daar zeker mee beginnen. Ja. En zijn dat zaken die dat zij thuis ook kunnen doen? Want het zijn niet altijd eenvoudige oefeningen. Of om het goed te kunnen uitvoeren, denk ik dat het toch altijd wel een woordje uitleg vraagt. Ja, er is altijd zeker een woordje uitleg nodig. Maar eens als ze weg zijn met die oefeningen, kunnen die perfect van thuis uit ook gedaan worden. Maar wekelijks opvolging is er ook wel aangedaan. Ja. Dus eigenlijk, die maandagen, ik neem aan dat je dan ook wel regelmatig moet corrigeren van, hey jongens, let hierop, rechte rug of houding van uw nek. Hè. Ja, inderdaad, dan moet ik regelmatig achter zitten. Maar ik vraag ook op regelmatige basis of ze oefeningen thuis gedaan hebben. En dat is niet altijd zo. Dus ze geven eigenlijk nog altijd wel voorrang aan op de fiets zitten, in training op de fiets. En dan komt pas de core stability. En het hoeft eigenlijk niet altijd veel tijd te vragen, hè? 5 minuten ervoor of erna? Zeker, 5 minuten ervoor, 5 minuten erna. Maar een volledige training zou toch wel een 20-tal minuutjes tijd in beslag nemen. Zeg, hoe doen onze jongens en meisjes dat op die trainingen? Zijn ze gemotiveerd? Ze zijn zeker heel gemotiveerd, ze zijn heel aangenaam jongens. Er zitten speelvogels tussen, maar ik kan er op zich wel vrij goed mee omgaan. Ja, en de meisjes zijn ook aangenaam? Zeker, dat is waar. Absoluut. Dat zijn denk ik ook de meest pittige soms, hè? Ja, klopt. Dus, zeg, en uw indruk van de ploeg in het algemeen? Op zich is de ploeg wel een heel leuke, toffe groep. Er zit zeker ook wel een gezonde, competitieve sfeer in. En het is altijd wel heel leuk om naar zo'n wedstrijd te komen kijken. Je voelt je altijd direct welkom bij de mensen. Dus dat is wel echt wel een leuke. Ah, even fijn om te horen. Hopelijk kunnen we het samen nog verder groeien in dat traject. Jannik, dank u wel. Graag gedaan.